and I feel you're by my side. You are for me, who could stand against me? God, on you I fix my eyes. Who's that I fear for? Ontsteek dan een lichtend vuur.
welkom. Welkom, jij, u, die kijkt. Deze livestream, deze crossoverdienst. De laatste van dit kalenderjaar. Waar we vandaag gaan horen over de duisternis. Jezus verdrijft de duisternis. Zal broeder Leo Smelt straks over gaan spreken. We zijn zeer benieuwd naar zijn woorden. Zoals we net al zongen, ontsteekt al een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Ook al lijkt het soms donker in ons leven, God steekt het lichtend vuur aan door zijn Zoon, Jezus. Een vuur dat nooit meer dooft. Laten we daarom nu gaan zingen. Laten we daarom God gaan aanbidden. Het volgende lied. Come, now is the time to worship. Kom zoals je bent en geef je hart. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Nou. Gejuich stijgt op. Hartelijk welkom vanuit CZK2 in Friesenveen. Jullie kijken naar een livestream. En we pakken het radio ook naar technisch onderbrekingje. Welkom als je nu kijkt, als je later kijkt. Goeie welkom. Deze dienst is een dienst die wordt vlak voor kerst gehouden. We staan zo'n beetje 10 dagen voor kerst. Het is de derde advent, zo heet deze zondag officieel. En dat betekent we tellen af naar kerst toe. En deze dagen worden wel eens de donkere dagen voor kerst bedoeld. En ja, dat klopt vandaag ook als je naar buiten kijkt. Hè, het is grijzig. En met de nodige sfeerdingen proberen we ons huis op te vrolijken. Zodat we ja, iets van gezelligheid hebben. En het thema van deze dienst lijkt daar goed bij te passen. Jezus verdrijft de duisternis. Hè? En wat ik net vertelde, dan kun je je bij voorstellen dat je denkt, nou, een beetje licht kunnen we wel gebruiken. En, maar als je een beetje op jezelf wil inwerken, ja, hoezo? Welke duisternis moet dan verdreven worden? En als Jezus de duisternis verdrijft, waarom moet hij dat doen? En wat betekent dat dan voor mij? Nou, dat zijn de vragen die in deze diensten aan de orde komen. Dus we vragen je om ja, te kijken en we gaan de draad weer oppakken. De spreker deze ochtend is Leo Smelt. Hij woont in Voorthuizen. Hij heeft zich in het thema verdiept en zal vanuit de Bijbel uitleg geven. Hij heeft Friesenveense wortels, net als ik, maar niet geboren in Friesenveen. Hij heeft 10 jaar in Peru gewerkt en gewoond. En nou, hij kan zelf ook wel wat van zijn leven vertellen, dat zal hij ook doen. Want ook hij is ziek en ziek geweest. En ja, hoe werkt herstel dan? Nou, we gaan een paar huishoudelijke mededelingen. Er is een collecte, die zal ergens in deze dienst verschijnen. Ook met een QR-code. Dan kunt u daar geven in de gift-app. Ook in deze stream is er weer een vraag en antwoord mogelijkheid. Hè? Dus in de stream loopt rechts loopt een vraag mee. Dus u kunt uw vraag daar stellen. We proberen de uitleg ook niet te lang te houden, zodat we ook toekomen aan een stukje uitleg en bevraging. Dus als je durft, stel gerust je vraag. Dan nog even een stukje aandacht voor wat praktisch. Hier staan een paar flesjes. En in dit flesje zitten hartjes. En dat is een initiatief van de stichting Liefde Doet. Samen met de groeigroep die vanuit de crossover is ontstaan, hebben ze een initiatief om mensen die met kerst een opsteker kunnen gebruiken, dat die een flesje thuisgestuurd krijgen. Dus weet u iemand waarvan u denkt, nou, die kan wel een opsteker gebruiken, meld u zich dan aan bij het e-mailadres gefeliciteerd met jezelf @hotmail.com. En als het allemaal te moeilijk is, dan probeer, als je een van ons kent, aan te spreken. Maar gefeliciteerd met jezelf @hotmail.com. En dan kun je de naam aandragen van iemand die jij dit wel toe zou wensen. Nou, dat is het. Ik denk dat ik ga een gebed uitspreken voor deze dienst. En deze week trof ik in de krant een aangrijpend gebed. En die denk ik ook mooi verwoord waar het thema over gaat. Dus ik pak daar een stuk uit. We gaan bidden. Wat moeten wij bidden? Wij weten, Vader, vaak niet wat wij bidden moeten. We smeken u dagelijks om een snel vaccin. Of u ons verlossen wilt van deze verlammende coronacrisis. Maar komt die verlossing niet een stuk sneller voor ons dan voor veel van uw kinderen elders in deze wereld? We vragen u om een rijk gevulde tafel met kerst. Met vrienden en familie met overvloed. Maar vergeten we dan niet snel dat er mensen zijn die altijd met kerst alleen zijn? We bidden om behoud van onze welvaart, maar is die vaak niet gebaseerd op lange dagen voor weinig loon van mensen elders op uw aarde? Hoe vaak betekenen niet de vrede en het recht waarom wij u bidden andermans leed en andermans onrecht? We weten vaak niet wat we bidden moeten. En ons grootste probleem is wellicht dat wij zelfs dat vaak niet weten. Rond deze derde advent vragen we dus maar des te meer en des te klemmender om uw komst in onze mist en onze stuurloosheid.
Niet meer als kind in de kribbe, maar als koning in heerlijkheid. Laat niet onze koninkrijkjes aanbreken, maar uw heerschappij. Laat niet onze ideale werkelijkheid worden, maar uw wil geschieden. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent. Dank u wel dat u ook hier in uw midden bent. En dat we ons mogen overgeven aan u. Dat er woorden gesproken mogen worden, ook door Leo. Die heilzaam voor ons zijn, die genezing voor ons hart zijn. Heer, zodat we ons zullen hervinden in u en bij u uitkomen. Dat is ons gebed voor deze dienst. Amen. We gaan verder met zingen. We gaan het komende blokje van twee liederen klein worden. Klein worden in aanbidding. In aanbidding voor God. En dan gaan we in die liederen het licht zoeken van de wereld. Jezus, die in de donkere nacht in Bethlehem geboren werd, als een stralenlicht voor ons. Hij die wil schijnen, ook in onze duisternis. Hij die ook in ons land en in ons hart wil schijnen, door de Heilige Geest heen. Schijn in mij en schijn door mij. Wat een getuigenis. En uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons, levend woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. Life.
komt met uw heerlijkheid. Kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Zet uw vuur, laat uw heil heel de aard vervullen. Spreek uw woord, dat hem leert. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen. Meer. Bij u wil zijn elk moment. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig, goed voor mij. Hemelse Heer, u die hoog en verheven bent, koning vol glorie. Zonde deed en nooit besef ik hoe u leed, de pijn die al mijn zonde deed. Thank you.
U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig, goed voor mij. Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig, goed voor mij. Goed. We gaan uit de Bijbel lezen. En Leo heeft twee stukken uit de Bijbel gekozen om voor te lezen. En dat ga ik doen. Het eerste stukje is uit Jesaja. Dat komt uit het Oude Testament. Dat is een beetje dus de eerste helft van de Bijbel. En Jesaja die schrijft veel over de troon van David. Over de koningsstad Jeruzalem. Over de misstanden in het volk. En hij voorzegt de komst van Jezus, de Messias. En Jesaja is een profeet en daar lezen we een stukje uit. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een heldere licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid, daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Het tweede stukje is uit Lucas. En dan zijn we 700 jaar verder, dan zijn we in het Nieuwe Testament. Dan zijn we vlak voor de geboorte van Jezus. En er wordt nog een kind geboren. En dat kind is Johannes. En Johannes is de zoon van Zacharias en Elisabeth. En Zacharias is priester. Hij doet dienst in de tempel en in één keer staat er een engel bij hem en die zegt, ik weet dat je heel graag ouder, vader en moeder gaat willen worden. En het leek erop dat dat nooit zou gebeuren, maar nu gaat dat toch gebeuren. Je zult een zoon krijgen en die zul je Johannes moeten noemen. En hij zal een profeet zijn. Hij zal de komst van Jezus aankondigen als een bode. En Zacharias die is eigenlijk een beetje helemaal flabbergasted, die is helemaal ontzet. En de engel zegt tegen hem, je zult zwijgen tot de geboorte. En Zacharias komt thuis, zijn vrouw raakt bovenwonder zwanger, hè, want ze zijn al helemaal op leeftijd, zegt de Bijbel. En uiteindelijk na 9 maanden wordt een kleine kindje geboren. En na 8 dagen, naar Joods gebruik, komen de familie en de buren die komen op bezoek om het kindje te besnijden. En ze willen hem de naam Zacharias geven, want dat is de meest logische, hè, want vernoemd naar zijn vader. En dan zegt Elisabeth, dat kind moet Johannes heten. En er ontstaat verwarring en ze wijzen naar Johannes, die daar, je ziet hem ergens in een hoekje zitten. Of Zacharias dan natuurlijk. Ze wijzen naar Zacharias, die dan maar duidelijkheid moet geven. En Zacharias die pakt zijn schrijfblokje en hij schrijft op, Johannes is zijn naam. Persoonlijk ook een mooie tekst, want het is ook mijn doopnaam, hè, Johannes Henk. Dus het betekent, God is genadig. En met dat hij dat opschrijft, komt ook zijn stem terug en wat gaat hij doen? Hij gaat niet zitten mopperen, hij looft God, staat er in de Bijbel. En zo lezen we nu het stukje wat Zacharias dan zegt. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie. Lucas 1, vers 68. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft gebeloofd bij monden van zijn heilige profeten,
bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op weg van de vrede. Nou, en Leo zal hier uitleg aan geven, woorden verkondigen. De microfoon gaat aan. Jezus verdrijft de duisternis. En ik zag op een flyer van jullie dat daaronder stond, schuin gedrukt, cursiveerd, met Leo Smelt. Jezus verdrijft de duisternis met Leo Smelt. Ik ben dan een sprakkerd. Maar ik wil dat even een beetje de verwachting wat minder laag zetten en zeggen van, Jezus verdrijft de duisternis, ja, maar hoe doet hij dat dan? Ja, inderdaad, ik herken, onder andere door mij. Onder andere door de muzikanten. Onder andere door de mensen die de techniek beheersen. Onder andere door wat we gelezen hebben. De profetie van Jesaja en de profetie van Zacharias. Door middel van al die mensen wil de Heilige Geest ons gebruiken om het licht te laten schijnen in de duisternis. Om te laten merken en te laten horen en te laten zien en te laten voelen dat het licht sterker is dan de duisternis. Jezus verdrijft de duisternis. En als hij ons daarbij in wil schakelen, dan betekent dat ook dat het nauw luistert. We kunnen ook het licht in de weg gaan staan. Voor onszelf, maar ook voor anderen. En daarom is het zo belangrijk dat we iedere keer weer teruggaan naar het woord van God. Want dat is het middel bij uitstek wat de Heilige Geest gebruikt om ons naar het licht toe te laten komen. Jesaja, een profeet die hele mooie heilsaankondigingen mocht doen, maar die ook oordeelsprofetie heeft uitgesproken. En toen hij die lichtprofetie uitdeelde en liet horen, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Nou, dat heb je misschien wel op een kaart gezet om naar iemand toe te sturen, of je hebt zelf een kerstkaart gekregen met dat mooie vers erop. Het licht is doorgedrongen in de duisternis. Maar als je nou even iets eromheen leest, dan is dat niet alleen een mooie tekst. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Die mooie namen voor de Messias, voor de verlosser van Israël. Maar dan hoor je ook over een soldatenlaars, over een bloed van in bloed gedrenkte soldatenmantel. Het piept en het kraakt en het dondert en het bliksemt rondom die tekst, die mooie lichte kerstteksten die wij dan graag versturen. En ik moet eerlijk zeggen, die donkere kanten, die donder en bliksem, die soldatenlaarzen, die vijanden, waar sprake van is met in Jesaja, maar ook in Zacharias' profetie, die stuit je een beetje tegen de borst. Wat moet je daarmee eigenlijk? Kun je dat niet beter wat weglaten en kun je niet een mooi, zoetig, lichtgevend, kunstlichtgevend verhaal neerzetten? Je kunt het inderdaad vermijden, die donkere tonen. Maar dan zou je jezelf en anderen voor de gek houden. Als het licht in de duisternis komt, dan betekent het dat als je die duisternis niet onder ogen wil zien, als je niet wil erkennen dat je nog steeds geneigd bent om liever de duisternis te hebben dan het licht, als je nog steeds wilt ontkennen dat de wereld barst van de duisternis, dan loop je ook het licht mis. En zonder advent geen kerst. Dus als je die adventsklanken van Jesaja en Zacharias niet laat horen, dan kom je niet bij het licht uit.
Jezus verdrijft de duisternis. Heeft hij dat al gedaan? Of gaat hij dat nog doen? Of zal hij dat misschien doen in de toekomst? En als wij de profetie naspreken, dan zeggen Jezus heeft de duisternis verdreven. De verlosser is gekomen, de Messias is gekomen van Israël. Als hij reeds gekomen is, waar is dan dat rijk van licht en leven? Van heil en van voorspoed en van zegeningen. Je ziet er af en toe een flits van, een teken, een signaal, maar je ziet er lang niet altijd veel van. En mensen raken in depressies terecht en krijgen zelfs neigingen om niet te willen leven, omdat ze eigenlijk de duisternis heel erg op zich af voelen komen. En in de hele wereldpolitiek en in de hele wereldsamenleving rukt de duisternis op. Alleen al door zo'n epidemie van de corona voelen we ons allemaal bedreigd. De duisternis bedreigt ons. En wat is dan de boodschap van de kerk van Jezus van alle eeuwen? De boodschap is, de duisternis is reeds overwonnen. Daar zingt Zacharias van. Zijn eigen zoontje Johannes mag de voorloper zijn, de wegbereider. Maar het gaat om Jezus die de duisternis heeft overwonnen. Maar nogmaals, dat botst toch op de harde werkelijkheid van onze kille, koude, versteende harten. Onze kille, koude wereld die ten diepste niet wat moet hebben van het licht. En die ook vaak anderen in het licht gaat staan. Hoe moet dat? Nou, dan moet je met twee woorden spreken. Je moet spreken over reeds. Daagt het in het oosten, nu daagt het in het oosten zelf. En ook het zal in volle zichtbaarheid duidelijk worden dat het licht de duisternis overwint. En in die spanning staan we. En in die spanning zet dus Jesaja ons en ook Zacharias. Ze zingen van het licht dat sterker is dan de duisternis. En tegelijk spreken ze over vijanden die er ook echt nog steeds zijn. Mensen die het licht willen dwarsbomen. De duivel en zijn trawanten. De demonische machten die om ons heen zijn en in de lucht zijn en op de aarde willen landen. En ons het leven zuur maken. Reeds heeft het licht overwonnen. Maar nog niet is de duisternis in alle zichtbaarheid ook weg. Nee, was het maar zo. En daarom verlangen wij in Advent ook altijd naar de tweede komst van Jezus. Hij is reeds gekomen en hij komt opnieuw terug. En hij wil niets liever dan dat bewaarheid zal worden, dat God naar ons heeft omgezien. Daar zingt Zacharias van. Hoe kun je gaan geloven? Door in te stemmen met Zacharias bijvoorbeeld. Door amen te zeggen op de profetie van Jesaja. En dan dus inclusief die dreigende kanten die er ook aan zitten, die donkere kanten die eraan zitten, van die vijanden, van die tegenstanders, van het licht die de duisternis aanwakkeren. De liefde verkilt, zegt de Bijbel, ook een ontzettende vorm van duisternis die om ons heen grijpt. Ook juist in deze coronatijd, de liefde verkilt. Dus dat je eigenlijk toch vooral met jezelf mee bezig bent en niet aan een ander denkt. En de gezelligheid voor jezelf zoekt, maar niet aan anderen denkt. En zo zijn wij al heel gauw helemaal ingepakt door de duisternis. Maar dat zal het laatste woord niet hebben. En ik mag jullie ook verkondigen. Het laatste woord heeft het licht. De vijanden worden overwonnen en zijn overwonnen. En tegelijk zet hij ons midden in die strijd. Tussen dat reeds en dat nog niet. We worden in dienst genomen van de Heer Jezus. En we mogen niet met letterlijke wapens vechten, maar wel met geestelijke wapens. We mogen de geestelijke wapenrusting aandoen, van Efeze 6. En we mogen dan ook zeggen, neemt aan de wapenrusting van God. Dus ontvang hem. Je hoeft hem niet eerst te fabriceren. Wij maken het licht niet. En dat is in onze maakbare samenleving nog altijd de grootste ergernis. Wij maken het licht van God. God van kerst niet. Wij ontvangen het en we laten het binnen. Want hij wil niets liever
dan bij ons wonen en in onze misère ons opzoeken. Dat betekent dat je dus eigenlijk moet leren om open te staan voor het licht en erkennen dat je zonder Jezus nog midden in het duister woont. En dat is een hele klus voor ons zondaren, om dat te erkennen. Maar toch is dat de weg naar het licht. Dat je erkent, laat het licht ook in de duisternis van mijn hart en in de duisternis van mijn wereld schijnen. En dan nog, dan weet ik dat je kunt overvallen worden door de twijfel. Maar wat doet het dan met mij? Als ik dan geloof in het licht, als ik dan geloof dat het licht sterker is dan de duisternis, hoe voelt dat dan? Hoe beleef ik dat dan? Hoe kan ik dat uitdragen? Nou, dan staat de hele Bijbel vol mee. Maar, en daar hebben we ook elkaar voor nodig om elkaar te helpen om in het licht te wandelen. Achter Jezus aan. En als je achter Jezus aankomt en je hecht je aan hem, je leeft in gemeenschap met hem, dan zal hij ook ervoor zorgen door zijn Heilige Geest dat hij in ons het licht brengt. En dat licht zal dan ook uitstralen op de mensen die om ons heen zijn. En zalig ben je, zou ik zeggen, als je ook erkent dat jouw lichtpogingen maken altijd weer stukwerk is. En daarom hebben we telkens blijvend nodig dat Jezus de Messias is gekomen en komt. En dat hij zijn werk voor ons zal voltooien. Jezus verdreef de duisternis. Jezus verdrijft de duisternis. En hij zal de duisternis totaal verdwijnen. In die eindtijd leven wij. En laat je dus niet inpakken door de duisternis. Maar ga in de naam van Jezus als lichtdrager achter Jezus aan. En laat je licht schijnen voor de mensen. Opdat zij via jouw goede werken mogen zien dat Jezus leeft en dat Jezus koning is. Jezus bevrijdt jou nu als je van hem ontvangt de woorden. God heeft naar ons omgezien. Hij heeft ons bezocht. Hij heeft ons bezocht vanuit die hoge hemel. En hij wil ons niet liever dan alles schenken wat we nodig hebben om zalig te leven en zalig te sterven. Daar mag je amen op zeggen. Getuigenis, Jezus, liefde die eeuwig is, ik prijs U. Jezus, weg die ik volgen moet, Jezus, waarheid vol. En goed, Jezus, leven in overvloed, ik prijs U. Waar zou ik gaan zonder U? Waarom bestaan zonder U? Jezus, mijn hoop. Mijn heer.
Jezus, totdat ik bij u ben, Jezus, en u volkomen ken, Jezus, geef ik mijn hart en stem in prijs u. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? We zullen samen bidden en danken. Heere, grote God, dank u wel dat u ons opgezocht hebt, terwijl we in de duisternis verkeren. Want u komt vanuit het licht naar ons toe en u ontsteekt het licht van kerst in ons hart, in ons leven, in onze kerk, in de maatschappij waar we in zijn gesteld. En u wilt niets liever dan dat we ook dat licht van u weer doorgeven aan anderen. En wij bidden u dat u ons ervoor bewaart dat wij van die mopperaars worden op alles wat donker en duister is. Dat we heel veel negatief gepraat volgen. Maar wilt u ons helpen om in plaats van mopperen op de duisternis, wilt u ons helpen om zelf een lichtje te zijn. En dank u wel dat u naar ons toe kwam en naar ons toe komt en naar ons toe zult komen. En ook als het soms spannend is en wij ons afvragen, zal het koninkrijk van het licht wel komen? En is de duisternis niet aan het oprukken? Via besmettelijke ziekten, via dictators die over lijken gaan, via mensen die alleen maar aan zichzelf denken. O God, als het licht, als het duisternis oprukt, wilt u dan ook het licht des te feller laten schijnen. En wij bidden u ook om geduld, want uw licht is lang niet altijd een schijnwerper die ver de toekomst laat zien. Uw licht is vaak een oliepitje, een olielampje, een lamp voor onze voet. Elke stap kunnen we zetten, maar veel meer zien we niet. En help ons om dagelijks achter u aan te komen, Heer Jezus, en het van u te verwachten. Wees met ons, met onze families, met onze ooms en tantes, met onze nichten en neven, met onze vrienden, met onze mensen die misschien helemaal niet op ons gesteld zijn, om verschillende redenen. Mensen die crossover misschien helemaal niet zo zien zitten. Juist ook voor hen bidden we u. En we bidden u voor alle kerken ook in Vriezenveen, die
graag willen dat het licht Jezus Christus verkondigd wordt. Wilt u de liefde niet laten verkillen, maar dat we elkaar mogen versterken in het zoeken van u. Wij bidden u voor mensen die het leven niet meer zien zitten. Die weg willen vluchten in de duisternis. En zelfs een eind aan hun leven willen maken. Wat erg is dat, Heere God. En het gebeurt nog steeds. En het gebeurt meer. Omdat die duisternis zo oprukt. En ons bij de keel grijpt. O God, ontferm u over ons. Wees met hen die in depressies verzeild zijn geraakt. Wees met hen die ook eigenlijk eerlijk zeggen, ik heb de duisternis liever gehad dan het licht. En daarom heb ik me in de nesten gewerkt. Ben ik in de gevangenis terechtgekomen. Heb ik geen leven meer. Maar Heere God, wilt u dan juist ook naar ze toe komen en zich over hen ontfermen. Wij bidden u voor onze regering, die ook zelfs vandaag weer bij elkaar komt, omdat de coronamaatregelen weer misschien moeten aangepast worden. We leven in een onzekere, onveilige tijd. We worden bedreigd. Maar wilt u ons helpen om dan juist ook de kern van Kerstfeest te leren vieren. En dat ze ook aan ons kunnen merken dat we echt in de gaten hebben waar het echt om gaat. Wees zo ons nabij. En we bidden u ook voor hen die zich eenzaam voelen. En wij bidden u dat ze erachter mogen komen dat niet onze eenzaamheid of onze ongezelligheid het hoofdprobleem is van deze wereld, maar onze verlorenheid. Dat we door u gered moeten en mogen worden en zullen worden. Het zal aan u niet liggen. Hoor ons wat wij in stilte tot u willen bidden, omdat ik dat niet kan verwoorden. En wij bidden thuis en hier het gebed wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. God van licht. Jesus be my
Nou, Leo, dank voor je uitleg. Voordat we de dienst af gaan sluiten, hebben we een soort vraag- en antwoordblokje. En hopelijk komt er nog, die uitleg nog iets, kan iets verduidelijk worden. De eerste vraag die we hebben is, hoe kan ik in de wereld zien dat Jezus de duisternis verdrijft? Dus waar dat gebeurt, hoe zie je dat? Nou, dan moet je zoeken naar plekken van licht. En plekken van licht, die heb je in de Bijbel vooral daar ook waar het donker is. De grootste plek van licht is Jezus die aan het kruis hangt. En daarom heeft Dominee van der Beek, die hier gestaan heeft, heeft hij het over de kring rondom de Messias, de kring van licht. Midden in de duisternis staat het kruis geplant. Als het grootste teken van licht. Nou, wat kun je daar nou mee? Ja, dan moet je niet te gauw vragen, want daar kunnen wij als mensen eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Wij kunnen niet zoveel met dat kruis. Wij willen dat kruis ook helemaal niet, eigenlijk. Jezus volgen en je kruis, zijn kruis op je nemen, dat willen wij helemaal niet. Dus laten we gewoon eerlijker worden naar God toe. En erkennen van, wij hebben de duisternis liever dan het licht. Maar ondanks dat breekt God door onze weerstanden heen en hij creëert plekken van licht. Dit is hopelijk ook vandaag een plek van licht waar wij muziek maken, waar wij zingen tot eer van God. Waar we elkaar opzoeken, waar we een luisterend oor voor elkaar zijn. Waar we in de kerk nadenken over hoe bereiken wij de mensen in onze maatschappij en in deze grote wereld. Ja, dan zijn we bezig met hele goede vragen. Oké, okay, mooi. Dus je zei al, als ik geloof dat het licht sterker is dan de duisternis, dat is in principe geloof en dat heb je een paar toelichtingen erop van, je hebt elkaar nodig, besef dat je zelf geen licht geeft, maar lichtdrager bent. Wat zijn, kun je nog proberen samen te vatten wat zeg maar de manieren of de principes zijn om in dat licht te blijven? Hoe? In het licht blijven. Kijk, als je in de duisternis bent, dan heb je juist nodig dat je op die plekken bent waar een licht is. Dus dan ga je naar het licht toe. En het licht is Jezus, die wil je volgen. Dus je wilt ook zijn woord lezen. Je wilt horen over een lamp voor je voet. En dat hij voor je zorgen wil. Hij wil ook je licht geven. Je verstand verlichten, zodat je de Bijbel beter begrijpt. Want de Bijbel is het woord wat leven geeft, wat licht geeft in de duisternis, wat ons de weg baant naar de toekomst. En Johannes was de wegbreider, die ruimte obstakels weg, zodat het evangelie beter kan landen. Nou, zo moeten wij ook, denk ik, proberen obstakels in onszelf en bij anderen, en om ons heen weg te werken, zodat het evangelie kan landen en botsen dan ook. Heb je dat, want je bent al heel lang dominee, je hebt in Peru gewoond, je bent ook ziek geweest. Kun je er zelf ook iets van vertellen, van hoe jij dat zelf ervaren hebt rondom dit thema? Het is eigenlijk het diepe geheim van het geloven is dat je juist als je in duistere omstandigheden verkeert, als je dus erg ziek bent of je woont in een arm land en je ziet de arme mensen om je heen en de dronkenlappen 's morgens kruipend naar huis kruipen van de ellende, van de narigheid. Juist dus als je die duisternis in duisternis omstandigheden verkeert, dan
ervaar je sterker dan ooit het licht. Ik weet nog dat ik na mijn ziekte, toen ik niet meer kon lopen en op een bed, werd ik in het ziekenhuis in Ede, waar de dienst was, werd gehouden op zondag, werd ik met bed en al binnengereden. En ik heb me nog nooit zo afhankelijk gevoeld van het licht dan toen. En ik dacht ook van, hier lig ik nou als een soort bedelaar, ik kan alleen maar omhoog kijken. Ik kan niks maken, ik kan mezelf niet beter maken, ik kan het licht niet maken, ik kan de wereld niet veranderen. Ik kan alleen ontvangen. Nou, en dat is denk ik het geheim van ieder die Jezus leert kennen. Dat je juist ook in de donkere omstandigheden, daar komt het licht. Ja, dus zo lag je als dominee in een ziekenhuisbed, ging je naar een kerkdienst toe. Hè? Dat vertelde je net, ja. Ja, het is de vraag op de chat binnengekomen. Zijn er aanleidingen om ons heen in de wereld waaruit we mogen aannemen dat de wederkomst niet lang meer op zich laat wachten? Ja, die signalen, die tekenen van de eindtijd, die zijn er zeker. En ik onderscheid altijd tussen de positieve tekenen en de negatieve tekenen. Positief teken is dat daar waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. Dus waar liefde is, daar zie je iets van het licht. Een positief teken is ook waar het evangelie verkondigd wordt over de hele wereld. Dan zal het einde zijn, zegt Matthäus 24. Waar recht en gerechtigheid geschieden, waar bestuurders eerlijk zijn en niet corrupt zijn, daar zie je iets van het koninkrijk naar je toe komen. Dat zijn de positieve signalen. Negatieve signalen zijn als de liefde verkilt, als het onrecht oprukt, als mensen alleen maar narcistisch en egoïstisch aan zichzelf denken. Dat zijn de negatieve tekenen. En die worden, wat mij betreft, ook steeds sterker gezien door ons als christenen. En we waken ervoor dat we dus op tijd in de gaten hebben waar de duisternis ons opslokt en ons wil overwinnen. En daarom hebben we dus die wapenrusting van God nodig. Ja, mooi. Nou, we gaan richting het eind. Wil je ons nog, los van de zegen die je ons aan het eind mee mag geven, wil je ons nog verder iets meegeven? Ik ben onder indruk dat dit gebouw, waar ik vroeger ook wel eens zo'n toneeluitvoering van de jongelingsvereniging of zo meemaakte, dat zo'n gebouw zo goed gebruikt wordt en dat het op dit moment door jullie wordt benut om via muziek en zang en tekst iets door te geven aan ons dorp, Vriezenveen. En ik hoop dat het ook een signaal is van... Ik heb ook heel bewust gebeden voor de verschillende kerken die hier zijn. Dat we elkaar dus leren waarderen op onze sterke kanten. En dat we ook leren in praktijk brengen wat we altijd zeggen. Dat wij niet zo belangrijk zijn en dat onze mening niet hoeft te overwinnen. Maar laat Christus regeren in dit dorp. En dan ben je een klein lichtje in de duistere, helaas vaak duistere nacht. Alleen, nog een keer misschien, er is dus een tegengesteld gevoel. Enerzijds zie je ook in een dorp als Vriezenveen nog heel veel lichtpuntjes. Heel veel mensen die echt van harte van elkaar houden en voor elkaar iets en veel betekenen. In situaties van rouw en van verdriet en van pijn. Maar tegelijk is het ook dus zo dat je... Dat je die duisternis ziet oprukken. En dat zie je ook vooral in de grote wereld. En de verzieking van de schepping. De mens onterende omstandigheden van vluchtelingen. En dat zijn signalen dat de wereld nog lang niet echt zichtbaar verlost is. Dus hou het vol in die strijd tussen. Reeds is het koninkrijk in Jezus de koning gekomen. En nog niet is het in volle zichtbaarheid doorgebroken. In die spannende strijd staan we. En luister nou goed naar je bevelvoerder, Heer Jezus. Dankjewel, Hermano. Dus dat wensen we jou ook toe. En we vragen je nu of jij dat ook ons wil, toe wil bidden. Ik zeg altijd, we mogen straks heen gaan in vrede.
We worden gedragen door de zegen van God. En als jij verantwoordelijkheid draagt, en dat draag je, als jij zorg draagt, of mantelzorg draagt, of rouw draagt, dan word je gedragen door de zegen van God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom, vrede. Amen. Too deep, we will see God.
up every space. Come and have your way. Let there be light. Let there be light. Just one word and I am changed. Come and have your way. How faintly I remember your love song over me. But the further that I've wandered, the noise is deafening. Now the only thing I feel is how far you are away. But this distance now between is driving me insane. Father, I miss you. My heart is ready now to follow the sound of your voice that echoes inside. Father, I love you.
done great things.